Alle windmolenparken en landen rond de Noordzee moeten met elektriciteitskabels met elkaar worden verbonden. Dat willen de Nederlandse, Duitse en Deense netbeheerders. Onderdeel van het plan is de bouw van dit kunstmatige eiland op de Doggersbank, een ondiep deel van de Noordzee. Van daaruit lopen kabels naar alle landen rond de Noordzee. Nu lopen er alleen kabels tussen individuele landen en windmolenparken. Het eiland verbindt ze straks allemaal met elkaar en verdeelt de opgewekte stroom beter over de landen. Er is duidelijk behoefte aan verdere ontwikkeling van windenergie. De Noordzee is een fantastische plek om dat te laten plaatsvinden. Dat moet je vooral dicht bij de kust doen, zoals we daar nu ook bij Borselen mee bezig zijn. Maar op een gegeven moment is het daar vol. En dan zal je verder de zee op moeten. En dan praat je dus over heel veel windmolens midden op de Noordzee. En dat zou kunnen rond een te creëren eiland op de Doggersbank. En dat eiland kun je vervolgens verbinden met alle omringende landen. Engeland, Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Nederland. Het eiland dient ook als station waar de opgewekte wisselstroom wordt omgezet in gelijkstroom. Daardoor gaat er tijdens het transport minder elektriciteit verloren.